Deze week is het de week van de vrijwilliger. Een week lang gewoon tijd om ook de vrijwilligers van Pax Christi te bedanken. Dankjewel, Frederik, Claire, Joost, Lisette en de vele anderen. Jullie maken Pax Christi, jullie zijn Pax Christi. Pax Christi is een beweging. En een beweging, dat zijn mensen die in beweging komen, die dingen doen bewegen. Mensen zoals jij, Jan, Nathan, Galina en Geert, die gegrepen worden door onrecht en bewogen door de wil om daar samen iets aan te doen. Mensen zoals jij, Rick, Barbara en Jo, die woorden willen geven aan de wil naar vrede en die woorden delen. Vrijwilligers zijn werkers en vroeters. En vrijwilligers zijn, gewoonlijk, ook bescheiden mensen. We danken jullie het best door jullie werk in de kijker te plaatsen. Jeff, Annemie, Nicole, Dries, jullie allemaal, jullie werk op de barricade en de stiltecirkels, jullie werk achter de schermen, jullie werk in het bestuur. Dat is Pax Christi. Namens het bestuur, namens het team en heel diep vanuit mijn hart aan jullie allen een dikke merci. Ben jij, net als Magda en Frank, gegrepen door onrecht? Wil jij je handen uit de mouwen steken voor de vrede? Op onze website www.paxchristi.be staat ook jouw uitdaging klaar. Ook aan jou alvast bedankt.